Het is over een paar dagen oudjaar en ook dit jaar zal de Pagara-estafette worden gehouden in de binnenstad. COTA International Suriname zal op deze dag wederom oordopjes uitdelen aan de feestende bezoekers. De sponsoren hebben vanmorgen de oordopjes overhandigd aan COTA. Tijdens de Pagara-estafette op Oruyari zal COTA International Suriname voor de 7e keer oordopjes uitdelen in de binnenstad van Paramaribo. Dit doet de club om het publiek ervan bewust te maken dat het lawaai van de pagaras en de luide muziek het gehoor permanent kunnen beschadigen. Met behulp van de oordopjes kan dat worden tegengegaan. Mauri Atmo Di Mejo, coördinator van het oordopjesproject, geeft aan waarom het belangrijk is dat het publiek zijn gehoor moet beschermen tijdens deze dagen. Het is zo belangrijk omdat je oor eigenlijk, ja, als je je voorstelt, je hebt kleine haartjes in je oor. Als door de luide geluidsdragers die haartjes platgeslagen wordt, dat niet hersteld kan worden. Dus je bent dan definitief doof. Daarom vinden wij van COTA International Suriname zo belangrijk dat we vooral rond deze tijd waar de pagara wordt afgeschoten, luide muziek wordt afgedraaid, die gezelligheid in de binnenstad er is en eigenlijk niemand bewust is van wat je met je gehoor doet, want je bent jezelf bezig doof te maken, vinden wij dus dat we de awareness moeten opzetten binnen onze gemeenschap om door middel van het verdelen van earplugs om je gehoor te beschermen. Want niet dat je als je de earplugs in je oor doet, is niet dat je niks meer hoort, je hoort het gedempt. En dan kun je daar ook mee van genieten. Dus daarom vinden wij het heel erg belangrijk om je gehoor te beschermen middels de earplugs. In 2010 heeft COTA International de earplugs campagne gelanceerd. Er zijn toen 4500 oordopjes gedistribueerd. Het is dit jaar, ondanks de moeilijke economische situatie, gelukt het record te verbreken en via sponsoring 21.935 oordopjes bij elkaar te krijgen. De distributie vindt plaats van 9 tot 11 uur in de omgeving van de Domineestraat, Spanhoek, de Steenbakkerijstraat en de Maagdenstraat.